Gap is gewoon het gekst wat er is. En wie er niet van houdt, die moet maar opkankeren hier zo. Ja? Wat zei je nou? Wie er niet van houdt, die moet maar opkankeren. Gap is gewoon voor ons en het is gewoon het tofste wat er is. Wij waren gabbers. De meeste van ons kwamen uit Rotterdam, waar de Gabbenhuis geboren is. In de media werden we afgeschilderd als aan drugs verslaafde kaalgeschoren mafkezen met idiote danspasjes in gekke trainingspakken. Nou ja, misschien was dat ook wel zo. Maar daar dachten wij anders over. Gabber gaf ons identiteit, plezier en kracht. Het waren de mooiste jaren van ons leven. En nou, jaren nadat Gabber is overleden, doen wij ons verhaal. Gabber is een muzieksoort, georganiseerd voor de jeugd. In eerste instantie om de criminelen van de straat af te houden. Wat eigenlijk niet gelukt is. Het is een samenvatting van verschillende beats, achter elkaar, snel opvolgend. Met veel drugs erop en lekker veel dansen allemaal, gezellig onder elkaar. En slikken snuiven en hardcore will never die. De jaren 60, 70 hadden ze toch ook al hun eigen muziek. Nou, het is gewoon de jaren 90 en wij hebben gewoon Gabber. Ik weet ook niet hoe het is gekomen, maar het is gewoon tof. Gabber is mijn leven, het is gewoon toffe muziek en het is gewoon alles. Gabber is nu... Volk mensen, ja. Ja, het is weer. Als we op z'n trouw waren, keek iedereen naar ons. Nou, mooi. Laat ze lekker kijken. Zo'n trouw, ja, bij de kluisjes. Ja, ja, altijd eventjes nog losgaan voordat je naar de energie al gaat. Ja, daar heb ik ook nog heel vaak gestaan, hoor. Dat was ook wel altijd tof. Daar kwam iedereen aan van de treinen, maar dat was toch echt zo'n meeting point, hè? Ja. Ja, want iemand had altijd wel zo'n draagbare discman bij zich of zo. Of dan echt keihard die muziek door de hele station al. En, maar ja, echt al die grappers bij elkaar daar bij de kluisjes. Dat was een vast afspreekpunt. En als je dan, als het afgelopen was, nou, dan ging je allemaal weer daar staan. Tot, weet ik veel, in de ochtend. Ja, ik zwierf een beetje op straat en zo. En toen kwam ik een beetje die gabbertjes tegen. En dan stonden we altijd op het straatstation met z'n allen. En zodoende kwam ik ook op die feesten met die jongens van het Centraalstation. Allemaal straatzwervertjes en het schort een beetje tuig. Er zit wel meer eigenlijk, gewoon allemaal mensen met het zwarte schaapbeleid, zeg maar. Dus het zocht elkaar wel op, gewoon. Ja.
Nou, en vanaf het centraal gingen we in een lange stoet naar de hal. Kippenvel. En alleen al gewoon, als je er naartoe gaat, krampen in je buik. Helemaal zenuwachtig voor je kaartje vergeten terwijl je er naartoe rijdt. Nou ja, ik werd dan afgezet door mijn moeder vaak. En dan al krampen en dan zat ik zo in de auto van, aha. En dan zei mijn moeder, wat is er aan de hand? Ik zei, energie al, zo tof. Je moet eens weten hoe tof dat is. En, nou ja, gewoon dat gevoel. En als je dan daar aankomt, dat geluid wat dan al buiten echt gewoon te horen was. Dus ja. En dan kom je daar binnen en het is één groot zwart gat en dan al die lichten en die boksen. Gewoon, ja, dat was gewoon het. Voor mij. De gabberhemel. De gabberhemel, ja. Ja, kijk, als je buiten was, dan hoorde je zeg maar al die ondefinieerbare... Die ondefinieerbare bassen, weet je. En dan zat je al van, ah man, ik wil naar binnen. Maar dan had je eerst die rij nog en dan kwam je door die glazen deur en dan moest je langs die portieren waar je gefrisk werd en zo. Nou, en daarna kwam je uiteindelijk in een voorhalletje. Nou, dat was een tunnel. Nou, ja, die tunnel was echt gaaf. Want in die tunnel, hoe dichter je bij die hal kwam, hoe meer die muziek begon te vervormen. En dan ging het echt van... En uiteindelijk kwam je in die hal, jongen. Dat was kicken. Ah, ik zat altijd vaak in die tunnel en ik vond dat geluid gewoon gaaf. En dan uiteindelijk door dat tunneltje, het was een soort een looptunneltje, een soort sluis. En dan kwam je in de hal, helemaal aan het begin van de hal. Ja. Daar gebeurde het. Daar gebeurde het allemaal. Energieal was hemel op aarde, zeg maar. Dat was in die tijd. Wat je nu heel erg met feesten ziet, is dat alles, mensen worden verwend en alles moet netjes aangekleed worden. En daar had je gewoon een zaal, een hal en daar had je gewoon een keiharde bas. En misschien is het omdat het daar echt begonnen is en dat alles nieuw was. Maar de energie al is gewoon de energie al. Dat kun je bijna niet beschrijven. Zo'n hal kom je ook nooit meer tegen, denk ik. Ja, dat was wel de place to be voor de huismuziek. Voor de gabber, de hardcore. Dat was echt wel de plek. Iedereen gaf je een hand en blij allemaal. Ja, dat is echt geweldig. Dat zie je niet in een disco, hoor. Dat zie ik nou ook nergens meer trouwens, hoe dat toen aan toe ging. Ik was vanaf zondag al zenuwachtig of zo voor die zaterdag die eraan komt of zo. Ja, niet om op te scheppen hoor, maar gabben is nog steeds de enige jeugdcultuur die puur in Nederland is ontstaan. In Rotterdam is ontstaan. En zoals iemand ooit zei, gabben zijn is geen schande.
ja, wat deed je? Rondjes lopen, mensen kijken, ouwehoergesprekken, pilletje droppen, hakken de hele nacht. Hakken, fuck. Ja, hakken, dat was voor iedereen had wel een eigen pasje. En bij mij was het echt achteruit hakken. Ik kan het niet meer voordoen, want dat gaat met mijn benen niet meer. Maar het achteruit hakken, het was echt het stampen ervan. Gewoon echt op die bas, hoe sneller, hoe beter. Je bent gewoon bezig met de muziek en het dansen. En ja, als je een ander ziet die ook uit zijn bol aan het gaan is op zijn manier of haar manier, ja, dan is dat alleen maar tof, geef je respect. Dat is je gevoel. Ik kan niks anders zeggen. En het gekke is, als ik die plaat weer hoor, doe ik precies hetzelfde. Op een heel ander feest. Dat is echt wel heel gek. Het is dat. Ja, ik ken niet, als iemand zegt zo en zo moet je het doen, dat ken ik niet. Je doet het puur op gevoel en ja, niks anders. Het heeft wel een aantal jaar geduurd voordat ik het echt goed onder de knie had. Maar ik ben nooit echt een danser geweest in die zin. Op zich dans ik wel op feesten. Echt tot spierpijn aan toe dat je echt met kramp in je kuiten naar de metro liep. Auw, auw, haha, ja, het was een vet feest. Auw, auw, auw. Dat is leuk. Toen ging ik de slaapkamer van mijn ouders, die hadden een hele spiegelwand. Dat was de kast. En met een radiootje erbij en een muziekje aanzetten. En dan ging ik in de spiegel kijken. En maakte ik mijn eigen danspassen, zeg maar. Kun je die voordoen? Ja. Eerst had je, zeg maar, die Rotterdammers die deden meestal zo naar voren schoppen. Dat was gewoon die. Maar toen dacht ik van, ja, maar als ik hem nou door laat lopen en ik zet hem op de plek van die andere voet, dan komt hij als het ware erachter en dan stond je zo. Dat was hoe ik het dan in de spiegel zo deed. Ja. Dat is alles, moet je horen al. Perfect. Lekker snel, sneller. Dat is het beste. En Carl. En Carl, snel. Ik ben gewoon hoekt, weet je. Gewoon ieder weekend. Het is gewoon een verslaving. Je moet gewoon ieder weekend house, anders word ik gek. Lekker al je frustraties eruit gooien in het weekend. Lekker losgaan. Gaan. Ja hoor. Weet je wel hoe gezellig het binnen is? Weet je hoe tof dat is? Ja, jullie hebben allemaal toen in jullie deze leeftijd ook iets gezocht wat erbij past. Ja, en als je nou de energie al van boven zou bekijken, dan zie je in het midden de massa van de zaal, hè, waar de mensen gewoon aan het hakken waren. Ja, en dat je daar omheen was ook weer een ring van mensen en die waren gewoon rond aan het lopen, hele nacht rondjes lopen. Echt iets van het gabberen, rondjes lopen. Overal kijken. Dan kom je weer wat tegen en dan je ziet gewoon heel veel. Gesprekken gaan ook helemaal nergens over. Dat is echt, als je tussen twee van die wouwse in zit op een bankje, nou, gesprek maar ze hebben echt. De een heeft het over zijn tuin gebouwd, hè, en de ander die heeft het over zijn werk. En dat zit dan tegen elkaar te praten. De een zegt wat en de ander reageert, maar totaal niet wat daarover gaat. Dus ja, dat is echt heel grappig.
Ja, en daar had je dan nog een buitenkant. En daar stonden de mensen gewoon te kijken. Of ze zaten uit te puffen. Wat heel leuk was, op de vloer zag je gewoon nog steeds de lijnen van het sportveld. Want op maandag werd er gewoon weer gesport natuurlijk. Nu ga ik naar park, zeg. Nu gaan we naar park. Lekker feesten. Nog even doorgaan. Ik zie mezelf binnenkort al op tv. Ja, mijn moeder ook. Kom bij hier. Mazel! Park is helemaal niet begonnen met grappen. Maar ik ben, toen ik in 1989 begon met Parkzicht, was het op vrijdag live muziek. En op zaterdag disco. En toen begon de house. En we mochten open blijven tot 's morgens 9 uur. En dan in het begin was het zo, dan draaiden ze 's morgens vroeg van 8 tot 9 een beetje hardcore. Dat heette in het begin anders. En dat ging steeds, dat werd steeds vroeger. Dat werd vanaf 7 uur tot 9 uur, van 6 uur tot 9 uur. Ja, en op een gegeven moment liep die klok natuurlijk terug. Ja. Het werd ook heel erg populair toen. Kijk, het punt was, we mochten nergens naar binnen met onze gympies en onze kale koppen. Maar hier wel, Parkzicht. Ze hadden geen deurbeleid, dus iedereen kwam massaal hier naartoe. En Parkzicht had ook best wel een loesje naam, een beetje donker hoekje als ik een plaatje in mijn hoofd heb. Overal brandt licht, behalve daar. Wij kregen mensen uit Urk, uit Groningen, met een bus uit Engeland, met de trein uit Antwerpen. Die kwamen alleen maar om feest te vieren. Jongens uit Urk, die kwamen zo van de boot af en die hadden paling mee voor het personeel. Zo'n trossen verse paling. En die gooiden ze dan neer bij mijn moeder stond aan de kassa. En die deelde die paling uit en hun gingen van vrijdag tot zaterdag door feesten. En dan begin je zondagsmorgens, moesten ze weer terug naar Urk, naar de kerk waarschijnlijk. Ja, die pastoor die zal wel raar op hebben gekeken natuurlijk als die binnenkwam. Maar ja, het waren gewoon hartstikke leuke gasten. Oké, Rotterdam, hè? Het is wel Rotterdam, hè, Gabbe? Is Gabbe Rotterdam? Ja, de rest niet. Komt van Rotterdam, toch? Het is alleen maar Rotterdam, eigenlijk. Het is Parkzicht uitgevonden. Ietsje Rob tijd gevonden in Parkzicht. Gabbe is Rotterdams. Ik heb altijd een vrije hand gehad in Parkzicht en dat is 5 jaar lang zo gegaan. Het ging echt perfect allemaal. Ik kon doen wat ik wilde als ik ergens heen ging. Ik ging naar Engeland, Duitsland, België. Daar hoorde ik muziek. En ik denk bij mezelf, die muziek moet ik hebben. En dat kwam er gewoon. Dat kwam gewoon in Parkzicht. En dat was gewoon zoeken naar een bepaalde weg. En als je die gevonden hebt en de mensen reageren daar goed op, dan moet je daar gewoon mee verder gaan. En in het begin dacht ik, wat een kalerherrie. Dan ging ik ook naar dit en zeggen, hey, rol nou eens op die pokherrie. Maar ja, na een paar weken wordt het leuk. Dit is hem dus. De gabbermachine. Dat is dus de bekende 909. Extreme sound, synthesizers, Juno 1's die je hoort langs scheuren, vliegtuigen die voorbij komen. Harde snares, bassdrum, die je zeg maar dwars door je hoofd gaan. De meeste gabbers die houden van andere dingen, zoals andere mensen die houden alleen van de bas. De anderen van het ritme. Ik hou van hoge tonen. Daar krijg je dat vliegende effect van eigenlijk. Ja. Oh.
Ja, nou, dat moeten hun weten. Als ze de eigenaar heel de dag door willen lopen opvreten, dan zijn de kleren erin. Dan heb ik zoiets van, nou ja, je gezichtsvermogen is met het hier en je oren zijn het hier. En verder wat er buiten komt, ja, dat zou je die mensen toch nooit duidelijk kunnen maken. Wat was het bijzonder aan de muziek? Het is muziek, de bas sowieso. De bas. Dat is echt, dat is iets waar je eigen in verliest. En daardoor vergeet je je zorgen van dat moment. En dan kon je even een nachtje alles vergeten. Weet je wat het mooie was? De muziek werd zo hard gedraaid dat de scheuren spontaan in de muren sprongen. Voor de meeste buitenstaanders was het je reinste muzikale terreur, maar goud voor ons. Iedereen is vrienden en het is gewoon werelds. Ja, nou gewoon volop feest vieren, hè? Ja, zet je dak gaan, Minnie. Hey, hebben jullie wat tegen mensen met haar of zo? Hè? Harder, harder. Ja, wat moet ik zeggen? Hetzelfde. Hebben jullie wat tegen mensen met haar? Hè? Grappen zijn kut. Opgeschoren haar, dat heb ik ook helemaal in het begin gehad. Nou, mijn moeder echt flippen toen ik thuis kwam. En ik heb dat maar een jaartje gehad of zo. Toen ging eigenlijk iedereen dat doen. En heb ik mijn haar weer laten groeien. Ja. Met een kaal hoofd, als je keihard staat te zweten, dan vloeit het er makkelijker af. En wat ik wel fijn vond zelf, was om een trainingsbroek te dragen. Omdat dat wat luchtiger was. Zodat je, ja, gewoon als je keihard stond te dansen, dat je er minder last van hebt. Van een trainings- of een spijkerbroek, die wordt nat en gaat strak zitten. En dat is gewoon minder prettig. Ja, ik vind eigenlijk gewoon bereikt niet echt een... Wat het bepaald uitziet. De meeste kleden zich wel zo. Gewoon het kaal en bommenjas en oude jaan en zo. Maar ja, ik bedoel, ik vind gasten tussen lopen gewoon in super normale kleding. En die gaan ook super veel parties. En die zijn natuurlijk nog meer grappig als die mannetjes die er helemaal uitgedost bij lopen. Hoe ziet de grabber eruit? Ja, meestal hetzelfde, hè? Spijkerbroekje, trainingsjackie, kale kop. Lekker aan wuizen in de nacht. Ja, bomberjackie aan, weet je wel. Nike sportschoentje, sportsokkies. Gemiddelde grabber, oorbelletjes in zijn oor. Ja, alles was nieuw. Het was een hele happening. Je kijkt je ogen uit, hoe mensen zich kleden, hoe het eruit ziet. En al vrij snel werden dingen als trainingsjackies en sportschoenen als Nike en kale hoofden, was al vrij snel was dat wel in. Ja, echt... I love it. Dit is mijn derde Aussie. Dit is echt een Aussie die ik heb gekocht. Ik vond hem zo gaaf. Een beetje dat trippende van het ecstasy van vroeger natuurlijk. Dus als je een beetje te lang naar kijkt, dan trip je al. Ik in ieder geval. Ik had echt een heleboel Aussies. Ik had een hele muur dat ik vol hang. Met allemaal verschillende soorten. En ik heb ze allemaal niet gekocht. Zo. Ik had wel veel Aziën, joh. We deden ons eigenlijk gewoon voor de security en zo. Dan kleden we gasten gewoon helemaal uit met z'n allen. Ja. Go to my show and I'll lie how to sound flow on the down low, fuck around, lay a
Mensen dachten vaak dat we armoezaaiers waren in die trainingspakken. Maar weet je wel wat het kost? Kijk, met de Aussie ben je iemand. En mensen dachten vaak dat Gabbe één ding is of zo. Maar dan kijken ze niet goed. Al die Aussies en Cavello's, echt niemand is hetzelfde. En als je iemand met hetzelfde jasje zag, dan had je de week daarop meteen een nieuwe. Kijk, dit is Koen's ontbijt. Sorry, wat was de vraag? Ik ben absoluut tegen drugs. Je hebt geen drugs nodig? Nee, hebben we niet nodig. Allemaal onzin, drugs. Gabber is lekker stuiteren. En het is geen drugs. Tripjes, speedpillen, noem maar op, coke. Gewoon nou, zoveel mogelijk, hè. Pillen slikken, snuiven, alles. En dan gaat die strakke biet iedereen uit zijn dak. Gezellig met elkaar. Pillen. Allee. Bier. Pillen en bier. Bier. Dat is lekker. We lachen met elkaar binnen, weet je. Alleen ja, iedereen zit op hetzelfde niveau door de drugs vaak. Maar ja, dat kan gebeuren, weet je. Maar Gabbe hoeft niet kaal te zijn. Het kan ook gewoon iemand zijn met haar op zijn kop of zo. Dat is ook gewoon gelul dat hij kaal moet zijn en weet ik niet wat. Dat is allemaal gewoon gezeik. En dat de agressie daar is, dat is ook gelul, want het is gezellig, hè. Dan als hij een paar duizend man op elkaar zet, die zuipen. Want daar heb je veel meer ruzie. En als je een paar duizend branden op elkaar zet, die slikken en snuiven. Weet je, dus ja. Ik slik, ja. Zie je dat niet? Nee, dat valt toch niet te zien, joh. Zie je toch niet? Ja. Hè? Wat ik nou op heb, ik heb duifjes op mijn playboytjes. Duifjes op playboytjes, ja. Ja, maakt toch niet uit, joh. Anders krijg je toch weer van die verhalen, weet je. Dus... Ik kon helemaal erop losgaan, gewoon dus ik, een pil en een paar snuiven in gewoon. En dan, dan kon ik gewoon echt helemaal losgaan, dus heb ik alles vergeten, keihard stampen en en maar ook doorgaan, weet je, dat vond ik nog het lekkerste van alles. Het duurde altijd lekker lang, van eindeloos lang, van 10 tot 10. Vroeger heb ik geëxperimenteerd met alles. Alles behalve spijtermarm. Nooit. Dat is echt... Nee. Gewoon de gabbertijd dingen. Dus pillen en speed. Voor mij. Mensen gebruikten coke. Nooit gedaan. Maar je vrienden komen dan met speed of met pillen of zo. Dan probeer je dat wel eens. Nou, en moet ik zeggen, verrijkt je leven wel op een feest. Het is één grote droomwereld waar je dan in komt. Voor dames waren het toch wel de ecstasypillen eigenlijk. En speed. Ja, speed en ecstasypillen. Coke werd er eigenlijk bijna niet gebruikt. Misschien op zondag daarna eventjes, weet je, om te chillen. Of voor zondag gingen we dan door naar Pompeii op Slingen. En dan konden we daar nog van 12 tot 6 konden we heel de dag hakken. Een klein jeugdhonk en daar waren ook altijd dezelfde mensen en het was daar is eigenlijk DJ Panic begonnen en weet ik veel allemaal, die draaiden er elke week en daar kwam Force DJ Team en daar kwam, ja, het was een heel klein tentje, maar het was zo gezellig, die sfeer was zo tof, dat was heel apart eigenlijk. En ja, was er iets in de energie al, dan ging iedereen uit Pompeii daarheen, dan was er helemaal niemand. Nou, en anders, als er niks te doen was, ging iedereen eigenlijk naar Pompeii toe om daar te springen. Ja.
Gabbe was je niet alleen in het weekend, maar ook door de weeks. Je was altijd op zoek naar de nieuwste plaat, de nieuwste beat. Ja? Yes, sir. Wat is het? Onze muziek verwarde de oudere generatie. Maar de jonkies konden er geen genoeg van krijgen. Grabben is muziek waar je gewoon helemaal uit je borrel kan. Maar veel gebruiken drugs, maar drugs maakt grabben gewoon niet, vind ik. Wat dan wel? Nou, gewoon de gezelligheid en zo en de muziek en ja, gewoon de sfeer en zo. Nou, en ja, dat vind ik. Vertel eens hoe je heet en hoe oud je bent. Ik ben Barbara, ik ben 15 jaar. En je moet het wel zien. Alleen is het jammer dat de laatste tijd steeds meer van de jongere gastjes binnenkomen. Want het is toch allemaal een stuk minder. Die jongens die lopen helemaal stijf van de pillen en de rotzooi. Wazen rond de grote verhalen te vertellen over dat ze 15 gram speed op hebben en zoveel pillen. Wat biologisch allemaal onmogelijk is. En alleen van die stoere verhalen en het opscheppen tegen elkaar. Nou, dat hoef ik allemaal niet te doen. Ja, tegenwoordig vind ik het meer op telekids lijken. Veel kleine mensen. Ja, een beetje telekidsachtig. Komt het dan te veel commercieel? Ja, hoe komt het dan? Ik heb een legitimatie vragen. Ja, ik weet het niet. Ja, de commercie had uiteindelijk ook Gabber ontdekt. Ongeloofwaardige artiesten maakten zogenaamd grappige parodieën op onze muziek. En het publiek werd ook steeds jonger. Van volwassenen, pubers en op een gegeven moment gewoon kleuters. Daar heb je Gabbertje, joh, flikker toch op. Je begon je te schamen voor je kale kop. Je liet je haar maar weer groeien, uit protest. Gabber had op dat moment ook best wel een slechte naam, weet je wel, met toch wel criminaliteit, drugs en ik denk wel dat dat heeft meegespeeld. En zeker ook toen met de bombjekjes, met de Nederlandse vlaggetjes en racisten, terwijl het eigenlijk niet helemaal niet zo was hoor. Kwamen ook steeds meer foute figuren. Meelopers. Van die gasten met vlaggen en leuzen. Mensen die Gabbe begonnen te misbruiken voor hun politiek statement. Ze leken misschien uiterlijk op ons, maar waren totaal anders. Wij wilden feesten, zij wilden politiek. Hoe dom kun je zijn? De gein aan Gabbe was nou juist dat het volkomen voor de lol was. Ik vind wel, het had gewoon van ons moeten blijven. En dan was het denk ik misschien ook wel voor een beperkte club gebleven. En dan had het, ja. Op een gegeven moment krijg je er ook mensen die er eigenlijk niet horen. Ze konden lullen wat ze willen, dat het over was, dat de oude sfeer weg was. Maar ik bleef hakken. Ik had nog genoeg energie die eruit moest. Voor mij bleef het om de muziek gaan. Altijd. We'll be right back.
Dit, ja, dat is ook in de grappertijd, zeg maar. Ik weet niet waarom deze erbij ligt, maar dat is met Sinterklaas. En ja, hier was ik denk een jaar of 19 of zo, 20. Maar dit was nog wel in mijn grappertijdssegment. Want ik kreeg zo'n ringetje nog daar zo. Ja, ik vond het nog steeds helemaal geweldig om naar die feesten te gaan. Maar ja, ik wist gewoon dat mijn leven ging nergens heen. En elk weekend feesten, daar leef je alleen maar daarvoor. Maandag, dinsdag, woensdag, chagrijnig, donderdag, vrijdag blij, want dan ga je weer. Het was elke keer hetzelfde patroon. En dat was ik echt gewoon helemaal beu gewoon. Elke zondag was je hartstikke verrot en je had nergens zin in. En alleen maar slapen en dan moest je maandag weer werken. Dat was kut. En dinsdag was kut. Woensdag ging het iets beter en donderdag zat je alweer in de feestfase. Dus nee, het was echt het patroon waar je in zat. Dat was niet goed. Nee. Ik had echt het idee, ik kom er nooit meer uit. Ik blijf, wat moet ik dan? Snap je? Dat, zo zat ik echt. Oké, dan ben ik geen grabber meer. Wat dan? Want je weet niet, omdat je toen je volwassen moest worden, hè, van je 17 tot je 23 of zo, ben je alleen maar daarmee bezig geweest. Dus je hebt eigenlijk een beetje opgeschoven om verder met je leven te gaan. All this has just got to mean something.
alles voor Gabber is gewoon het beste wat heel, heel de wereld is, man. Ze lopen wel beste wat ooit uitgeven. Ze lopen wel te ouwen dat Gabber slecht is, maar dat komt gewoon alleen door de gasten die het er gewoon aan maken. En als, ze bieden ook parts in de energie op. Ze gaan stoppen met parts in de energie op. Dat komt alleen door de gasten. Ja, het is gewoon een bosje dat energie al dicht gaat. Ja. Waar moeten we dan heen? Dan zitten we overal op straat. Dat zal de politie echt niet leuk vinden. Ja, wat moet je dan gaan doen? Ja, wat moesten we doen? Waar moesten we heen? In elk geval konden we niet meer naar de energiehal. Die werd afgebroken. Het symbool van Gabber. Gewoon gesloopt. Zonder pardon, zonder inspraak. Heel veel mensen hebben wel een traantje gelaten toen het werd afgebroken. Ja. Het is echt, als ik dood ga, dan wil ik daar verstrooid worden. Ja, en later is er ook de parkeerplaats gekomen voor de Dierenheideblijdorp en er staat nou een hotel. Dus misschien waren het wel later andere plannen. En misschien wouden ze het ook niet meer in Rotterdam hebben. Maar het was toch iets, ja, iets aparts misschien. Te apart. En ja, misschien wel te apart. Ja, misschien hangen we te veel aan het oude. Ik weet het niet. Denken we dat we nog elk weekend zo hop de energie al in kunnen stappen? Pompeii is ook geschiedenis. Parkzicht. Tja. Ja, het is een hele mooie zaak geworden. Maar ik vind de ziel er een beetje uit. Er is zo enorm veel gebeurd in Parkzicht. Niet alleen door mij, ook voor die tijd. De allergrootste van de aarde hebben er gestaan. En ja, nou is het maar gewoon een restaurant. Gewoon een visrestaurant, klaar. Ik denk dat Parkzicht zo bijzonder was. Omdat het nieuw was. Er veel nieuwe dingen gebeurden. En eigenlijk in een periode dat de andere muziek kwam als wat er was. Ik heb het altijd een beetje kunnen vergelijken, want ik ben natuurlijk ook wat ouder, met de periode van de Beatles. Ja, ze zeggen altijd, het will never die, maar wat mij betreft is het behoorlijk dood gewoon, joh. Ik heb er wel een goed gevoel altijd bij gehad. Dus voor mij was het wel een mooie uitweg. Ja, en goed verdienen. Gabber is van lijf, toch? Hardcore will never die. Ja, ze gaan in je bloed. Gabber is alles. Gabber is alles. Hey! Oeh. Nou, deze heb ik nog op Valentijnsdag laten maken in 2008, geloof ik. Pas hoor. En Gabber, 98 geloof ik, laten maken. En deze heb ik ook pas 5 jaar geleden laten maken. Early Girl, 95. Early Girl is dus de Gabber-term van vroeger, early rave tape. En 95, nou, dat was mijn eerste feestje waar ik net over vertelde. En dat is het begin van mijn leven geweest. Gabber Wife for Life. Absoluut, zeker weten. Dat is niks aan hier. Krijg maar kippenvel. Zie je? Zie je? Op mijn been? Op mijn kippenvel. Oh my god. Ja, je hoeft er alleen over te hebben. Al meer als de helft van mijn leven ga ik eigenlijk naar feesten. En ik denk dat als ik de kans krijg, of ik zit later in een bejaardenhuis, dan zal ik waarschijnlijk nog steeds een live setje van Paul opzetten. Of dus, ja, dat blijft. Hardcore voor lijf. Ja, jazeker. Ja, het geeft me energie. Ik weet niet, het maakt me een vrolijk persoon. Het geeft me die glimlach. Ik sta 's ochtends op en dan denk ik zo. En dan, ja, goedemorgen. En dan luister ik al die plaatjes. En dan krijg ik alweer kippenvel van sommige nummers. En dan denk ik zo. En dan ben ik gewoon vrolijk. Het is wel iets anders geworden. Maar het is echt niet dood. Zeker niet. Ja, er zijn er toch echt wel heel veel mensen die er echt nog wel naar luisteren. Of die ervan genieten. Of nee, dat is zeker niet dood. Hardcore for Life. Dat komt ook op mijn grafsteen staan. Dat weet ik zeker. Je
if I should leave you. Try to remember the good times, warm days filled with sunshine, and just a little bit of rain, and just a little bit of rain. And if you look back, try to forget the bad times, lonely, blue, and sad times, and just a little bit of rain. And just a little bit of rain. Kijk, ik zie het zo. De muziek is nooit weg geweest, maar de gabber is dood. Geeft niks. De hippie is dood. De punk is dood. En met de emo gaat het ook niet goed. Maar waar het om gaat, is dat je erbij was. En wij waren erbij. Wij waren gabbers.